Het effect van de eendaagse lockdown van afgelopen zaterdag op de COVID-19-situatie zullen we pas volgende week zien. Dit haalt de waarnemend directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, Rajesh Ohri, aan in gesprek met onze nieuwsdienst. De incubatieperiode is namelijk 2 tot 14 dagen. Afgezien van de lockdown is de algemene COVID-situatie in Suriname volgens Ohri niet veel veranderd. Vooral omdat er nu ook in de verschillende dorpen in het binnenland meer positieve cases zijn geregistreerd. Ohri meent dat het BOG alles eraan doet om de dienstverlening naar de gemeenschap toe te optimaliseren. Daarom heeft het BOG ook de hulp ingeroepen van niet-medische studenten om te helpen bij 178. Er zijn wel klachten van in de samenleving dat ze niet kunnen bereiken, maar dat kan voorkomen omdat er wordt veel gebeld. Waardoor als alle 5 lijnen bezet zijn, dan ga je niet erdoor komen. Hopelijk deze week gaan we upgraden naar 10 lijnen. En ook nog een soort melding ga je krijgen, net als bij andere bedrijven. Als je niet door kan komen, dat alle lijnen nu bezet zijn, houdt u aan. U bent nummer 1 of nummer 2, straks wordt u geholpen. We hebben studenten gevraagd om te komen helpen, niet alleen bij de hotline, ook bij quarantaine. En we hebben medische studenten gevraagd om te komen helpen bij de swappost van het BOG. En er zijn een heleboel aanmeldingen geweest. Er is al selectie gemaakt van een aantal mensen. We gaan nog meer misschien moeten selecteren. En dan ze worden daar ingezet na een training. Okay. En hoe lang duurt zo'n training en hoeveel mensen hebben jullie exact nodig voor nu? En hoe komen jullie deze mensen tegemoet? De mensen gaan dagelijks op dagbasis betaald worden. En er zijn voor verschillende diensten zijn berekend hoeveel personen we nodig hebben, hoeveel personen we in reserve gaan hebben. Het is eerst treden, gewoon een presentatie, andere dingen doen zodat ze zien wat er moet gebeuren. En daarna on-the-job training waarbij onder supervisie ze het werk gaan doen. Verder haalde Ohri aan dat hoe meer er getest wordt, hoe meer gevallen worden gedetecteerd. Het gevolg hiervan is dat ook dat andere cijfers met betrekking tot het COVID-19-virus kunnen toenemen, zoals bijvoorbeeld het aantal doden. Volgens Ohri zal de drive-to-swap bij het BOG worden voortgezet. Als je meer positieve hebt, ga je sowieso meer doden hebben en dat is gebeurd. We hebben meer positieve per dag, een aantal dagen. En u hebt ook gezien dat u ook naar gelang daarvan meer doden gaat hebben. Dat is sowieso zo. Vandaag hebben we weer geswapt. We hebben wel gemerkt dat de toeloop minder is dan de eerste dag. Want in de eerste week was het echt storm hier. We hebben een heleboel personen moeten teleurstellen. Omdat we ze niet konden helpen, het was al te laat. Rajesh Ohri, waarnemend directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG. De swapdagen bij het BOG zijn maandag, woensdag en vrijdag.